kijkt. Ik heb vandaag weer een thema Q&A. Zoals je misschien wel weet doe ik om de zoveel tijd de Q&A. Dan is het de ene keer een algemene Q&A en de andere keer een thema Q&A. En dit keer is het een thema Q&A. En zoals je al in de titel kan zien gaat het nu over geloof. Ik ben gelovig en het is een tijdje terug heel veel aangevraagd of ik daar een thema Q&A over wilde doen. En ik zou je eerlijk zeggen dat ik het best wel spannend vond om jullie te vragen om vragen. Want dit is natuurlijk een heel persoonlijk onderwerp. En ook een onderwerp waar veel vooroordelen over kunnen zijn. En ook een onderwerp wat misschien voor heel veel mensen heel raar of heel vaag kan zijn. Maar jullie hebben echt superleuke vragen gesteld. En ook als je niet gelovig zelf bent, is het denk ik heel leuk om naar te kijken. Omdat je gewoon wat meer over mij te weten komt. En mocht je nou denken, geloof stom, wat een stom meisje die over het geloof praat. Klik hem dan weg, want dan is dit denk ik geen video voor jou. Dat wilde ik nog even zeggen en dan ga ik snel verder naar de vragen. X, I don't care, vraagt, wat versta je onder geloof? Wat houdt geloof voor je in? En daar wilde ik mee beginnen om meteen ook een beetje uit te leggen waar ik in geloof. Ik geloof in de God van de Bijbel en in Jezus. En zeg maar, je hebt dan God, de Heilige Geest en Jezus en daar geloof ik in. Je hebt heel verschillende geloven. Je hebt Boeddha, Boeddhisme en je hebt de Islam enzovoort enzovoort. En ik geloof dus in Jezus en de Heilige Geest en God. En hoe sta ik daarin? Ik denk zoals ieder christen best wel onzeker ook natuurlijk. Geloven is best wel moeilijk omdat je, ja het is echt geloven. Dus je moet ergens in geloven in vasthouden wat je niet dagelijks ziet of ervaart. Maar ik vind het heel erg moeilijk. Ik vind het vooral heel erg moeilijk om erover te praten. Dus als ik nu in deze video een beetje warrig overkom, dan komt het omdat ik het gewoon heel erg moeilijk vind om ook uit te leggen. Ja, hoe sta ik in het geloof? Ik sta niet heel sterk in mijn geloof. Maar ook niet heel onzeker of zo. Want ik weet gewoon voor mezelf 100% zeker dat God bestaat en dat Hij er is. En echt een relatie met God vind ik heel erg lastig. Dus ik denk dat dat het beste antwoord is wat ik jou kan geven. Meike die vraagt hoe vaak ik naar de kerk ga. En dat is meteen een puntje waar ik zelf niet helemaal tevreden over ben. Of tevreden. Op het moment ga ik iets te weinig naar de kerk. Ik zou meer willen gaan. Ik ben nu bijvoorbeeld al bijna een maand niet geweest. Iedere week ga ik sowieso niet. Ik zou het misschien wel willen. Maar ja, dat gaat soms ook gewoon niet. En soms heb ik er ook gewoon niet echt zin in. Maar vaak ga ik om de week wel of om de drie weken. En zoals nu ben ik een hele tijd niet geweest. Want dan had ik in het weekend dingen. Was ik niet thuis op zondagochtend bijvoorbeeld. En dan schiet het er gewoon bij in. Maar sowieso ga ik om de zondag. 'S avonds ben ik dan in de kerk. Niet bij een kerkdienst. Maar ben ik leiding bij een hele leuke jeugdclub. Dus dan doe ik ook wel dingen met, dan praat ik wel over God, maar het is niet echt een kerkdienst. Lisa Bergmeijer die vraagt, lees je de Bijbel? En ik twijfel dan een beetje om ja te zeggen, want echt de Bijbel, de papieren Bijbel zeg maar, pak ik niet heel snel vaak of heel snel erbij zeg maar. Wel is dat ik er wat in lees, maar niet structureel. Maar wat ik wel heb, is dat kan ik misschien wel even laten zien op mijn mobiel. Ik heb gewoon de Bijbel-app op mijn mobiel. Dus dat is gewoon de gehele Bijbel. Die kan je dan lezen. Kan je ook Bijbelstukjes opzoeken en zo. Maar ik heb ook bijvoorbeeld deze widget. En daarop komt dan elke dag een nieuwe Bijbeltekst. En die lees ik vaak wel elke dag. Bijvoorbeeld die vandaag is Matthäus 18 vers 20. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat zij bij mij horen, ben ik bij hen. Dus dan lees ik die tekst, dan denk ik daar even over na. Dus dat doe ik wel, maar echt de Bijbel erbij pakken en lezen doe ik niet heel erg snel. Ik ben ook dyslectisch, dus lezen is sowieso niet mijn hobby. Ik lees sowieso haast geen boeken. Maar dit vind ik een hele fijne en makkelijke weg om toch de Bijbel te lezen. En iedere dag even bij stil te staan. Iris Leeuwerik die vraagt, geloof jij in leven na de dood? En ik geloof zeker in leven na de dood, in een hemel. Hoe dat in elkaar zit en hoe dat werkt en hoe het eruit zal zien, heb ik geen idee van. Maar ik kan gewoon niet geloven dat je nu hier op aarde bent, dat je dan doodgaat, dat het gewoon ophoudt. Ik geloof dat God dan iets moois voor ons heeft in de hemel. Hoe en wat weet ik niet, maar ik geloof wel dat er iets is. Doekie2106 die vraagt, welke regels houd je je en welke niet? Er zijn natuurlijk in de Bijbel verschillende regels. Sowieso de 10 geboden. En ik denk niet dat je aan elke regel kan voldoen. Bijvoorbeeld, er is dan één gebod van de 10 geboden van eerst uw vader en uw moeder. Nou, en ik denk dat iedereen wel eens knorrig naar zijn ouders reageert. Of dat je niet mag liegen. En ik denk dat iedereen ook wel eens liegt. Ik lieg bijvoorbeeld heel erg vaak als iemand vraagt, hey, alles goed? Dan zeg ik gewoon altijd, ja hoor, ook al gaat het eigenlijk niet goed. Zeg maar, zulke kleine dingetjes doe je altijd wel. Zoals stelen en iemand dood. Iemand doden, dat doe ik sowieso niet natuurlijk. Maar ik probeer me wel zoveel mogelijk
te gedragen, zeg maar. Maar ja, het lukt ook niet altijd, want we zijn ook menselijk en we ja, maken ook fouten als mens natuurlijk. Van Horst, die vraagt, wat voor kleding draag je naar de kerk? En eigenlijk draag ik gewoon mijn normale kleding naar de kerk, wat ik gewoon aan wil die dag. Maar bijvoorbeeld in de zomer let ik er wel op dat het niet te bloot is. Ik ga bijvoorbeeld niet in een short naar de kerk. Dat vind ik gewoon ja, te bloot. Omdat, ja, daar voel ik me gewoon ook niet lekker in. Ik hoef dus in de kerk waar ik naartoe ga, ik ga naar een PKN-kerk. Ik weet niet of het je wat zegt en het boeit eigenlijk ook niet heel erg veel. Maar ik heb dus geen kerk waarbij ik een rok aan moet bijvoorbeeld of een hoed op. Dus ik doe gewoon mijn eigen kleding aan en ik let er wel op dat het een beetje toonbaar is. Dus niet spaghettibandjes en een short, dat zou ik niet snel doen. Het kan natuurlijk wel, als je dat doet is dat helemaal prima. Maar ik voel me dan gewoon een beetje, ja, niet op mijn gemak ook. Hanna Labrie vraagt, ben je van plan een belijdenis te doen? En ik heb 5 jaar geleden, in 2010, heb ik belijdenis al gedaan. Dus ik ben nu niet meer van plan om te doen, maar ik heb het wel gedaan. En voor degene die niet weet wat belijdenis is, het is eigenlijk een soort ja, het belijden van je geloof. Dus eigenlijk ja zeggen tegen God, van ja, ik wil bij u horen. En soms gebeurt het in doop. Dat kan je als volwassen iemand kan je dat laten doen, maar het kan dus ook in de vorm van belijdenis. Je hebt nog wel op verschillende manieren waar het in kan, maar... Dat weet ik ook allemaal niet, want ik ben ook geen alleswetende over het geloof en alle dingen die erbij horen natuurlijk. Maar ik heb toen belijdenis gedaan, een aantal jaar geleden. Ja, dus dat heb ik al gedaan. Alitele Marieke die vraagt, als je God één vraag zou mogen stellen en hij zou dan direct antwoord geven, welke zou dat dan zijn? En ik denk dat ik dan zou vragen, waarom is er zoveel onrecht in de wereld? En dan hou ik het best wel breed van waarom is er onrecht? Bijvoorbeeld, waarom worden mensen ziek? Of waarom gaan de mensen zomaar dood? Waarom haten mensen elkaar? Waarom is er oorlog? Waarom is er pijn? Weet je, ja, dat zou ik heel graag willen weten. En dat is ook het enige in mijn geloof. Nou ja, niet het enige, maar één van de dingen in mijn geloof die ik heel erg moeilijk vind. En ja, dat zou ik dan vragen. Mrs. Bintu X vraagt... Hoe sta je tegenover bepaalde uitspraken zoals Jezus heeft niet bestaan? Of het is een symbool waar je wijsheden uit moet halen? Ik ervaar dat niet zo. Ik denk echt dat Jezus heeft bestaan. En volgens mij is dat ook wel in de geschiedenis ook wel bewezen dat hij echt heeft bestaan. Hij heeft natuurlijk ook wonderen gedaan. In de Bijbel kan je daarover lezen. Sommige mensen geloven dat dat meer symbolisch is, die wonderen. Maar ik geloof echt dat dat kan. Mensen die dat niet geloven, ja... Kijk, geloven is iets heel persoonlijks. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En wie ben ik om te oordelen over iemands manier van geloven? Ja, dat doe ik dus ook niet. En ja, lastig. Ik vind het heel erg lastig, want ik geloof het niet zo. En als iemand anders dat wel zo gelooft, dan is dat voor diegene misschien heel waardevol. En heel mooi, of halen ze daar heel veel kracht uit. En wie ben ik dan om te zeggen, dat is echt niet zo. Want... Wie weet het eigenlijk? Ja, de enige die het weet is Jezus zelf en God. Maar goed, die is nu niet hier om antwoord te geven. Dus ik denk, zeker ook binnen het geloof, dat je gewoon elkaar moet respecteren. Ook al denk je soms anders over dingen. Dat kan natuurlijk. Ga dan met elkaar in gesprek. Misschien kan je wat leren van elkaar, maar oordeel elkaar niet. En veroordeel elkaar niet. En hou elkaar gewoon in de waarde. En het enige wat je kan doen is vertellen hoe jij erover denkt en hoe jij dingen ervaart. En dat zou ik dan misschien ook doen. Liz van Driel vraagt, vind je geloven binnen je relatie een must? Ik merk wel dat ik het heel erg fijn vind dat Daniel ook gelovig is. Zodat je kan er gewoon over praten, je kan wel eens samen bidden bijvoorbeeld, zulke dingen. Maar stel, ik had Daniel niet gehad. Of ik het een must had gevonden, weet ik niet per se. Ik denk dat het wel heel erg fijn is als je het samen deelt. Maar ik had het sowieso wel een must gevonden als diegene, zeg maar die andere partner... het wel zou accepteren en gewoon interesse in zou tonen. Want het is toch iets belangrijks in mijn leven. En als diegene gelovig was, ja, dan is dat natuurlijk een, ja, heel fijn. Maar als het niet zo was geweest, dan had ik het wel echt een must gevonden als diegene gewoon respect ervoor heeft. En ook, ja, wel interesse in toont. Gansi vraagt, sinds wanneer ben je zelf gaan geloven? En ik ben eigenlijk gelovig opgevoed. Ik ging altijd naar de kerk met mijn ouders mee en zo, bla bla bla. En ja, het is me eigenlijk met de... Je hebt paplepel ingegoten. Is dat die uitspraak? Je kan toch niet met een lepel gieten? Ingeschept? Nou ja, whatever. Dus het is gewoon ook een beetje mijn opvoeding. Maar ik heb altijd wel heel erg interessant gevonden. Al die bijbelverhalen. En wanneer ik echt zelf ben geloven, weet ik eigenlijk niet. Het is in de loop van de tijd gegaan eigenlijk. Gewoon heel veel dingen ook. Wij gingen ook wel eens ergens heen. En dan zat er bijvoorbeeld echt...
echt duizenden mensen zaten dan in één. En die waren aan het zingen voor God en over God. En dat was wel een moment dat ik om me heen keek en dat ik dacht... Het kan gewoon niet zijn dat al deze mensen, die duizenden mensen, hier staan te zingen. En op hun vrije dag hierheen komen voor iets wat niet bestaat. Het kan gewoon niet. Het zou gewoon heel raar zijn als er duizenden mensen ergens naartoe komen voor iets wat niet bestaat. En daarin wel geloven en dingen voelen en dingen ervaren en dingen overlezen en zo. Het kan gewoon niet. Dat gevoel had ik een beetje. En in de loop van de tijd heb ik ook wat dingen ervaren en meegemaakt en gevoeld en zo. En ja, het is meer in de loop van de tijd gegaan. Ik kan niet echt een bepaald moment aangeven, maar ja, in de loop van de tijd. En ook mede door mijn opvoeding is dat een beetje ook gegroeid. Dus gewoon niet een bepaald moment, maar gewoon, het is gewoon gegroeid. En soms ook weer helemaal ingezakt natuurlijk, want dat hoort erbij. En dit waren alle vragen die ik nu ga beantwoorden. Het was een hele persoonlijke video en ik vond het ook best wel spannend om... dit zo met jullie te delen, want het is wel echt iets heel persoonlijks. Maar ik hoop dat je het leuk vond en dat je er misschien wat aan hebt gehad. En laat even ook in de reactie hoe jij over bepaalde dingen denkt en geloven en zo. En wees gewoon ook respectvol, hè, naar elkaar toe in de comments. Dat lijkt me logisch eigenlijk. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als je meer video's van mij wilt zien natuurlijk. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!